En ik begin met dit vreselijk mooie beeld van Elvenstad eigenlijk. Zo noem ik het gewoon. Elvenstad. En welkom bij Lego de Hobbit. We zijn weer verder gekomen hier bij dit bootje. We zouden naar binnen gaan om de grot te gaan kijken wat daar binnen zit. En we gaan eens even kijken, want het is stromend water hier. Ik denk als je het loslaat, dat het bootje ook gewoon blijft staan waar het stond. En we gaan eens kijken wat we hier kunnen vinden. Want ja, de wereld van Lego de Hobbit is groter dan je denkt. Het is een open wereld. En dus hebben ze ook allerlei leuke dingetjes gebouwd. Zoals deze grot die we kunnen verkennen. Ik zou hier naar links kunnen gaan en ik zou hier naar voren kunnen. Ik denk dat de makers zoiets hebben van ga je naar voren. En ik heb zoiets van ik ga naar links. Want daar zit al gelijk een steentje. En waarom het camerabeeld ineens zo anders gaat worden vind ik wel gaaf gedaan. Maar ik had verwacht dat er iets ging gebeuren. Want dat ineens een draak omhoog kwam. Nee, dat zal niet gebeuren. Je zou er geen draken vinden. We gaan verder, want hier hoort ook een steentje te zitten. Maar ik denk dat het niet in de grot is, maar boven mij nu. En ik maak gewoon even parcours af. Want we gaan namelijk naar een ander steigertje toe. En dan gaan we even aanmeren. Hier zo. Bij de kade. Druk op I. Gaat het nu automatisch? Ja, het gaat automatisch. En wat staat hier? Oké. En er komt iemand hier aangerend. Heb je serieus heel dat stuk gerend? Je bent een goede jongen. Je bent een hele goede jongen. Tuinhek staat open en ik zie een aantal leuke kippetjes. Tok, tok, tok. Had ik nooit achter ze gezocht. Hè? Echt niet. Had ik niet verwacht. Nou, ik pak wat peentjes. Ik merk dat ik echt heel weinig peentjes heb verzameld. In het spel. En ik zie hier een vrouw staan. Hallo mevrouw. Tok, tok, tok. Dat is kippentaal voor je. Ik wil tussen de kippen wonen. Oké. All this animosity between elves and dwarves. The humble chicken leads a much simpler life. I just need a chicken hat so I can blend in with them. Could you get me one? I've already looked in Hobbiton and found nothing. Maybe you'd have more luck in a farm further afield. Oké, ze hebben een kippenhoed nodig, want ze wil heel graag tussen de kippen leven. En ik denk dat de kippen haar schrikken van haar lelijke gezicht. Dus ja, dan zou je eigenlijk zo'n kippenhoofdje moeten hebben. Ik ga eens kijken of we hier naar binnen kunnen. Deur gaat open. Hallo? De Hobbitstee. Kijk, hier binnen kunnen we waarschijnlijk wel een karakter vrij kopen. Even kijken. Ja, hier zo staat een mevrouw. Roosje Katoen. En Roosje Katoen is een, ik denk ook een hobbit. Hier, we zitten natuurlijk in de Hobbitstee. En daar zullen vast wel hobbitjes aanwezig zijn. Hou je ogen open voor een kippenhoed, dames en heren. Hou hem open. Als je hem ziet, vertel het me. En ik zal het niet horen. Nee, ik ga natuurlijk mijn uiterste best doen om jullie... om ook het oogje in het cel te houden. Als jullie wat zien, dat ik dat ook zie. Nou, eens even kijken. Dit is een best wel fijn karakter. Omdat ik best wel hoog kan springen met deze dondersteen. Ik ga eens kijken op de mapkaart. Daar word ik wat wijzer van. Om even te kijken naar alles. Ik zie een paar vraagtekens. Ik zie een rood dingetje op de map. Wat is dit dan? Een rood dingetje. Ik weet niet waarom het per se zo... Ik ga er eens naartoe, jongens. Ja, het is een rood tekeningetje. Het ziet eruit van, ik moet daar naartoe. Waarom niet? We gaan even heel de map over. En we komen dan aan. Dit vind ik echt nog steeds heel vet om te zien, dit. En links zie je dat sneeuwgebied daar. We gaan duiken. We komen in een plaatje in de hoeve, zag ik. De Beorns hoeve. Dat is natuurlijk waar we het level hebben gedaan. En even kijken... We kunnen hier B doen. Dan kunnen we het level nog een keer spelen. Ik vind... We kunnen wel vrij spelen. Dan kan ik even laten zien wat het precies is. Maar het level is ingedeeld in twee hoofdstukken. En waarom gaan we dit level gewoon niet nog een keer spelen? Gewoon even een YOLO'tje. Gewoon even tussendoor kies ik Frodo. En de computer kiest allebei andere personages. Vroeger waren het echt een stuk of 8 personages. Maar dat is allemaal verkleind naar... Koyobomama is online. Continuing their journey. Nou, dan krijg je een vreselijke stemmetje nog steeds. Ik dacht, die vent hebben ze wel met pensioen geslagen. Tegen die tijd.
Taking shelter for the night. Gandalf led the company to a nearby location. En nu zou je zien, dit is een van mijn favoriete levels, omdat dit best wel mijn eigen bijbleef. Ik vind die eerste level, er zit een hele hoop favoriete levels van mij, maar deze was echt ontzettend leuk. Vooral omdat we natuurlijk dadelijk gelijk een reddend parcours hebben, dit bedoel ik. En we moeten even opletten dat ik dadelijk ervoor zorg dat ik aan de achterkant mijn derde minikit pakt. Die is namelijk ergens verstopt. En die lieve beer komt achter ons aan. Nu moeten we naar voren lopen. Let op wat er gaat gebeuren. Ik weet niet of ik hoef niet te springen. Ik hoef enkel naar voren te drukken. En dan pak ik dadelijk de minikit. Als het goed is. Als het goed is, hè. Ik weet het niet zeker. Ik geloof het wel. Ja, komt-ie. Yes, ik heb hem. Want ik liep over de... Ja, naar voren. Oké, we hebben de minikit gepakt. Ik had hem nog onthouden waar die zat. Zo, even met je muntjes pakken. Kan geen kwaad. En dan komt de beer. Zo, slow motion, jongens. Ja, gaaf gedaan dit hoor. Dit level is heerlijk. Heb je al zijn heerlijke levels. Oké, de video skip ik natuurlijk, want daar gaan we niet voor. En dit was dat level met die bij. Nou, wat nou het punt is. Hier zien we bijvoorbeeld een soort van... Hier hebben we een personage nodig, of een voorwerp. Ik weet niet of we daar nu in kunnen. Maar we hebben wel met nieuwe karakters kunnen we hier spelen namelijk. Nou, die stond maar bij. Was alleen maar een bijzaak dit natuurlijk. En we gaan eens kijken of we dat level op een andere manier kunnen spelen. Dat weet ik dus niet 100% zeker. Dus excuseer als het niet kan. Maar even een ander karakter kiezen hoor. Welke hebben we allemaal? We kunnen eigenlijk gewoon alle karakters wel kiezen, zeg maar. Maar ik pak even een van de sterkere. Die heeft namelijk een hele grote hakbel en die hakt overal doorheen, joh. Kijk, het punt is... Hierboven zie je... Kijk, heb je een pijl en boog nodig? Nou, we weten een karakter welke pijl en boog heeft. Dat is namelijk die elf. Legolas. Nou, dan kunnen we dus met die pijl opschieten op die twee plekken. Met het karakter kunnen we dus op een nieuw gebied komen waarschijnlijk. Kijk of dat lukt. Zo. Kijk, en iets kunnen we pakken daar. Het is één van de voorwerpen. Verstopte voorwerpen. Nou, is altijd fijn als we voorwerpen vinden. Nou, dan daarboven zie ik ook weer iets. Kan ik even mijn ding pakken? Even kijken. Deze. Ik kan daar niks schieten. Ik kan wel kijken. Er zit wel iets daar. Dat kunnen we hier doen. Niks. Soms is het even loeren. Even kijken hoe en wat. Kan ik hier op? Nee, ik kan hier ook helemaal niks mee doen, joh. Raar. Oké, we kiezen even de sterke man. Deze krijger. Ik wist allemaal... Oh, daarboven zit een minikit, zie je het? Nou, we moeten even kijken hoe we daarboven komen. Dat kan misschien via verschillende omwegen. Ik weet nou niet aan mijn hoofd hoe ik zo hoog kan springen eigenlijk. Het zou fijn zijn als ik in die boom kon klimmen, maar ik kan hier iets bouwen, zie ik. En ja hoor, het is een trampoline. En huppakee, we hebben de minikit. Mooi zo. Het gaat goed. Je weet wat ons sterk maken. Oké, de bij van de sleutel vertrekt. Nou,
Nou, daardoor kunnen we wat nieuws slopen. Nou, ik ga nog niet... Ik ga even hier kijken hoe we hier naartoe... daar kwamen we ook op een gegeven moment, moesten we daarheen. Oh ja. En wie heeft dan zo'n knop? Even zoeken naar wie had ook weer. Wie kon ook weer die dingen pakken? Hamerslag uitvoeren. Ze moeten een bepaalde. Even kijken hoor. Kan samenwerken, pas in kleine Lego luikjes. Dat hebben we ook niet nodig. We hebben eentje nodig die zeg maar dat ding kan pakken. Deze niet? Nee. Hij kon het toch ook? Ja, nee, hè? Welke kon dat nou, jongens? Even zoeken is het altijd, hè? Dit is hem. Sowieso. Je moet onthouden. Fijn personage. Kan heel goed helpen. Zo. Sleutel zit daarin, volgens mij. Die kunnen we toveren met hem. Let op. De sleutel verdwijnt. En ik denk dat er een ander level hier ook in zit. Want ik heb nog maar 4 minikits. En ik moet er wel voor zorgen dat ik verder kan komen. Hier hebben we een ander object voor nodig om het te kunnen exploderen, zie ik. Oh, daar zit een beest. Grondbeest. Hier zit hij. Even kijken hoor. Oh, hij is levend al. Hij klimt de boom in de eekhoorn. Nou. En we hebben iets geheims gevonden. Tof. Ja, het lukt wel. Kijk hoor. Hier moest je met z'n tweeën aan hangen. Toch? Klopt dat niet? Misschien moet ik een ander karakter kiezen. Ja. Je kan gewoon niet met zijn oude vent aan zo'n ding hangen. Ja, het is een ontzettend leuke puzzel dit. Ik vind sowieso zit het heel leuk in elkaar. Maar ik kan nog niet begrijpen. Ik denk dat in het ergens... Zit het verstopt, jongens? Bombeer heb ik nodig, die dikke. Zo. Die moeten we vreten geven. Die krijgt van mij 2 wortelen, 1 stokbrood en 2 vis. Alsjeblieft, daar maar in je klep. Hij wordt dik en dadelijk is zo leuk. Dan eet hij ook dat touw op, of dat carpet. Let op. Kijk, rolt hij hem op. Schitterend. Kijk, zo naar binnen. Prachtig gedaan. Nou, door hem kan ik ook een grote boer achteraan. Zo mag ik het horen, jongen. Bombeer de boer. Nou, hierboven kan ik ook nog vast wel wat doen. Ik weet nog niet wat precies. Oh, shit. Sowieso heb ik dat dynamiet nodig om het level nog verder te spelen. Dus ik kan eigenlijk niet verder komen helemaal. Dat vind ik wel jammer. Wat ik wel kan doen is daar nog verder naar boven toe. Hier op de top. Zo, nu kunnen we verder. Nou, dit was het level. Niet alles gehaald. Maar wel een beetje basisdingen. Toch 2 minikits erbij. En wat coins. Noppen. En de verrukkelijke vlieger.
twee objecten gevonden. Mooi zo. En een smederijontwerp. Multibow van Mithril. Zo, huppakee. We hebben weer dingen gehaald. Wat ik eigenlijk nu moet doen is de smid zoeken. Die zit ergens in een grot verstopt. Ik ga eens kijken of we daar naartoe kunnen gaan. In een grot. Maar welke grot zou die zitten verstopt? Ik zie hier sowieso iemand zitten. Dat is hem niet. Bofur zit daar. Nee, dat is hem ook niet. We hebben de smid nodig. Tilda ook niet. Even kijken. Waar zien we nog meer van die rotkoppies? Dat ziet er ook niet uit als een smid. Grafs... Wat? De grafgeest? Ik ga daar eens naartoe. Hoppakee. Gaan we richting de grafgeest. Wat een grafgeest. Klinkt echt heel lelijk. Vieze grafgeest. Het oude bos. Geen jong bos, maar het hele oude bos. En we gaan eens kijken hoe we daar naartoe komen. Ik denk dat hij 's nachts er niet is. Maar wel een puzzeltje daar. Nou, eens even kijken met wie we kunnen smitten hier aan. Jan Smit. Kijken wie kan hakken. Wie kan hakken in de mijn? Nou jongens, ik ga het op een gemak uitpluizen. Bedankt voor het kijken van deze video. Voor een leuke video geef vooral een groen duimpje. En dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe video in Lego de Hobbit. Doei doei!